Esther Keijmolen, we zijn hier bij de faculteit Rechtsgeleerdheid in Leiden. Ik heb onlangs een artikel over jou gelezen in de Volkskrant. Het ging over vertrouwen. Nou, ik ben nu ook bezig met crowd explanation met het onderwerp vertrouwen. Kun je jezelf heel kort even introduceren en ook vertellen over jou, wat je doet? Ja, natuurlijk. Nee, welkom in Leiden. Welkom hier bij ILO, want dat is waar ik werk. Ik ben universitair docent in onderzoeksgroep ILO. Dat is een onderzoeksgroep die zich bezighoudt met vragen op het snijvlak van recht en technologie. Maar ik ben eigenlijk geen jurist, ik ben techniekfilosoof. En hoe ben ik dan hier verzeild geraakt? Dat is omdat wij steeds vaker zien dat juridische vragen over ICT, dat je die antwoorden niet per se ook alleen of niet uitsluitend in het juridische domein vindt, maar dat je vaak meer disciplines, meer kennis vanuit verschillende hoeken nodig hebt om echt te begrijpen wat er aan de hand is. En daarom zit ik hier, om te kijken dus vanuit een techniek-filosofisch perspectief hoe we die juridische vraagstukken kunnen aanvliegen. Het interview waar jij naar verwijst was eigenlijk naar aanleiding van mijn proefschrift dat ik verdedigd heb een tijdje terug. En dat ging inderdaad over vertrouwen. En dan met name over hoe vertrouwen tot stand komt in een tijd waarin we steeds meer gebruik maken van internettechnologie. En de verwondering bij mij was eigenlijk met name dat we natuurlijk wel weten dat er allerlei haken en ogen aan zitten. Je denkt maar aan die NEC, die onthullingen en dergelijke. Dat we toch met ogenschijnlijk zoveel vertrouwen die technologie gebruiken. Dat we dat toelaten in de meest intieme domeinen van ons leven. En dus dat was eigenlijk een beetje de verwondering voor mij om aan het onderzoek te starten van hoe kan het nou dat wij zo vertrouwensvol eigenlijk omgaan met al die technologie. Ja, maar is het ook echt actief vertrouwen of is het gewoon laks en luiheid van het individu? En uiteindelijk dat ze het gemak, de convenience, wat uiteindelijk hetgeen wat je gebruikt en waar je je data aan achterlaat biedt, opweegt tegenover alle andere issues die je waarschijnlijk, als je gewoon even goed nadenkt, ook prima zelfs kunnen bedenken. Ja, het ding met vertrouwen is, denk ik, dat we het heel vaak geven zonder dat we daarna bij stilstaan. Vaak soort van impliciet. En als het dan fout gaat, dan pas beseffen met terugwerkende kracht dat we dat vertrouwen eigenlijk in iets of iemand gesteld hebben. Als het gaat over vertrouwen in systemen, is het ook bijna niet altijd mogelijk om daar heel actief mee bezig te zijn. Omdat, ja, die zijn zo complex. We zijn wel in staat om die technologie te gebruiken, maar om ook echt te begrijpen, dat is nog vaak een stap te ver. Dus dan zijn we ook eigenlijk wel, is wel nodig om je ook jezelf toe te vertrouwen tot eigenlijk de experts, van je dan hoopt dat die wel, zeg maar, gecheckt hebben of de security, de veiligheid van een bepaald systeem op orde is. En dat maakt ons voor een deel, maakt het dat ook mogelijk dat we die technologie gebruiken, maar ook een bepaalde kwetsbaarheid. Er zal ook wel een deels laksheid in zitten. Ik denk dat wij mensen ook een beetje gewoonte dieren. We zijn, als iets goed werkt, ook waarschijnlijk, dan stellen we er ook geen vragen meer over. Dat is ook wel een verschil, zeg maar, tussen wat ik dan noem systeemvertrouwen. Dus vertrouwen in grote systemen die we eigenlijk zelf niet helemaal kunnen doorgronden. En vertrouwen tussen mensen, zoals jij en ik hier nu zitten. Dat is een andersoortig. In die zin dat, als we het hebben over interpersoonlijk vertrouwen, dan zijn er andere dingen gaande, of in een andere vorm in ieder geval, dan als we bijvoorbeeld op Facebook zitten of op Twitter. Ja. Wat zijn de grootste verschillen tussen die twee? Dat vind ik interessant. Ja, misschien moet ik eerst beginnen met vertellen wat ik dan versta onder vertrouwen. Ja. En net ook even waar je proefschrift verder precies over ging. Ja, ja, precies. Ja, daar kan ik er gewoon aan vastkoppelen, denk ik. Bij vertrouwen gaat het erom dat vertrouwen is eigenlijk een strategie om te gaan met de complexiteit van onze leefwereld. Die complexiteit die toont zich enerzijds omdat we niet weten wat de toekomst brengt. We zitten nu in het hier en nu en weten niet, zeg maar, wat er op ons wacht, zeg maar, als we hier buiten gaan. Dus daar zit een bepaalde onzekerheid in. En met vertrouwen kan je dat als het ware overbruggen. Dan handel je alsof je zeker weet wat de toekomst brengt. En hetzelfde geldt eigenlijk voor tussen personen. Ik kan natuurlijk enigszins inschatten aan hoe jij zit en hoe jij kijkt en hoe jij praat. Of je een vertrouwensvol persoon bent. Maar ik kan het niet voor 100% zekerheid weten. Er zat altijd een soort van onzekerheid in. Dus vertrouwen is eigenlijk als het ware die onzekerheid daar
geen oplossingen meer voor zoeken, maar als het ware het omarmen en daarin zeg maar interactie mogelijk maken. Dus je stopt eigenlijk met het zoeken naar zekerheden, je stopt eigenlijk met het zoeken naar meer informatie. Dus ik zou zeg maar gedeelde kennissen kunnen gaan bellen, kijken of jij echt bent wie je bent, of je googelen, kijken of jij die foto past bij. Dus ik kan allerlei acties ondernemen om die onzekerheid te verkleinen, maar dat kost tijd en geld. En het vertrouwen kan je dat als het ware een soort van de negatieve impact die dat zou kunnen hebben, kan je als het ware neutraliseren door vertrouwen. Dus vertrouwen, dus zeggen we ook altijd van ja, heeft ook te maken met positieve verwachtingen. Dus ik heb positieve verwachtingen over jouw handelen. En vertrouwen heeft ook te maken met kwetsbaarheid. Dus als er voor mij niks op het spel zou staan, als ik niks te verliezen heb, dan is vertrouwen ook overbodig. Dus het is een beetje contra-intuïtief, omdat als we het hebben over vertrouwen, we heel vaak het gevoel hebben dat we zekerheid hebben en dat alles goed komt. Maar eigenlijk heeft vertrouwen alleen maar zin op het moment dat er ook kwetsbaarheid is. Als er iets op het spel staat, als ik niks te verliezen heb, dan is vertrouwen overbodig. Want dan weet ik gewoon zeker dat iets gebeurt. Ja. Dus dat zijn allemaal een soort van onderdelen die te maken hebben met vertrouwen. Je merkt dat het heel moeilijk is om vertrouwen echt in één zin te vatten. Ik denk dat het ook te complex is om echt in één zin te vatten. Dus ik probeer het eigenlijk aan de hand van een aantal soort van familie van concepten vertrouwen meer handen en voeten te geven. Ja. En dan kom ik natuurlijk op jouw echt oorspronkelijke vraag. Nou, hoe zit het nou het verschil, zeg maar, als je online kijkt? Hoe vertrouwen daar tot stand komt? Ik denk zeg maar dat ook op het internet vertrouwen cruciaal is, want ook daar is natuurlijk heel veel complexiteit, heel veel onzekerheid. En de vraag is, kijk, vertrouwen is een heel robuust, is een hele sterke strategie om met complexiteit om te gaan. Maar dat kan eigenlijk alleen maar tot stand komen in een omgeving die al enigszins vertrouwd is. Het feit dat wij hier in een gebouw zitten, een universiteitsgebouw, een openbaar gebouw, maakt dat het voor mij makkelijker is om jou te vertrouwen. Ik zou het veel lastiger vinden als we ergens in een oorlogsgebied zouden zitten bijvoorbeeld, of in een land waar er geen rechtsstaat is. Er zijn allerlei andere mechanismes die maken dat onze omgeving al enigszins vertrouwd is. En binnen zo'n omgeving kunnen we dan makkelijker met vertrouwen, zeg maar, die laatste complexiteit als het ware opruimen. Of in ieder geval daarmee omgaan. En online moeten we dus ook een soort van vertrouwde omgeving ontwikkelen. En daarvoor zijn we natuurlijk ook een soort van, als de gemiddelde gebruikers zijn voor ook afhankelijk van andere spelers. Bijvoorbeeld Facebook, als je op Facebook zit. Of Google, als je Google gebruikt om bepaalde dingen te vinden op het internet. Maar ook overheden die bepaalde regels opleggen aan internet service providers. Dus daar zit een soort van, ik hoop van een stakeholders model op het internet. Een aantal spelers die zeg maar ervoor moeten zorgen dat die online omgeving een vertrouwde, of in ieder geval neemt een betrouwbare omgeving is. Maar het gaat ook over bijvoorbeeld de manier waarop we op het internet ons stel ik moet naar mijn homepage, dan tik ik gewoon in sdkmolen.nl. Maar stel dat ik opeens zeg maar mijn IP-adres het adres met alle cijfertjes zou moeten, ja, dan zou ik niet eens weten hoe die aan moet komen. Dus als plotseling dat soort van regels zouden veranderen, dat zou heel veel onzekerheid met zich meebrengen. En dus ook mijn vermogen om op vertrouwen te handelen veel ingewikkelder maken. Dus er is een soort van de voorwaarde om voor vertrouwen op het internet, om dat mogelijk te maken, is dat er dus al een bepaalde mate van complexiteitsreductie van tevoren heeft plaatsgevonden. Ja, oké, okay, zo mooi. Even maar wat je eigenlijk zegt, ook met vertrouwen is eigenlijk ook een stukje onzekerheid omarmen. Ja, dat is denk ik wel heel cruciaal, want je hebt natuurlijk verschillende manieren om met onzekerheid om te gaan. Je kan ook een soort van heel veel controlemechanismes inschakelen, dat je alles stap voor stap zeg maar uitschrijft of je surveillance is ook een manier om met onzekerheid om te gaan. Als je alles gaat opnemen en volgen of alles vastleggen. Bij vertrouwen is het net zo dat je dus niet probeert om die onzekerheid te verminderen, maar dat je als het ware zegt een soort van omarming, een soort van conformatie, een soort van besef dat dat er is, maar dat je alsnog handelt. Dus je handelt, het is eigenlijk een soort van nuttige fictie. Ja, eigenlijk weet je niet zeker wat de toekomst brengt, eigenlijk weet ik niet helemaal zeker hoe jij gaat handelen, maar ik doe alsof. En door te doen alsof ontstaat er ook wel weer een soort van nieuwe
constructieve realiteit. Want het is natuurlijk niet soort van een fictie in de zin van dat het allemaal fictie blijft. Nee, door te doen alsof maak ik ook bepaalde interacties, transacties mogelijk. Ja. Dus daarom wordt ook wel gezegd, vertrouwen is een heel belangrijke voorwaarde voor bijvoorbeeld de adaptatie van technologieën of van services of van diensten. Ja. Dus als dat er niet is, dan ga je toch een andere weg kiezen. Maar als je kijkt naar die balans tussen eigenlijk wat je weet en wat je eigenlijk kunt voorspellen en wat je niet kunt voorspellen, dan is ook een stukje wat je niet kunt voorspellen ook natuurlijk heel erg, hoe noem je dat, heel erg beïnvloedbaar. In de zin van, hè, wat je wat heel veel ziet gebeuren is, bijvoorbeeld, op het moment dat er bijvoorbeeld een aanslag is gepleegd, ja, dan komen deze discussies rondom veiligheid. Ja. En dan wordt er snel een aantal wetten erin gejast, dat je wel heel veel dingen meer mag opslaan. Maar ook natuurlijk als je kijkt naar, en dan even terug te gaan, ook naar internet en de online platformen. Ja. Uiteindelijk, als ook heel erg wordt gezegd, jongens, dat vertrouwen is heel belangrijk en wij zijn de beste platform om jou daarin te behoeden op iets ergs wat er misschien gebeurt als je het via ons doet. Ja. Dat heeft ook invloed op de behoefte aan die vertrouwde middelen of die reputatiemechanismen vanuit gebruiker. Ja, het is helemaal eens. Vertrouwen is niet zeg maar per se goed of slecht, denk ik. Het hangt heel erg af van de context waarin je dat ziet. Bijvoorbeeld, ik zou het heel een onprettige gedachte vinden als bijvoorbeeld een kerncentrale op basis van vertrouwen wordt gerund. Ja? Dat is een plek waar je heel graag wilt dat er heel veel protocollen zijn en heel veel veiligheidsmechanismes. En natuurlijk is vertrouwen er ook nog altijd, speelt daar nog altijd een rol in, want je moet nog altijd erop vertrouwen dat jouw werknemers, mensen die daar werken, die protocollen ook goed uitvoeren. Hè. Dus altijd een bepaalde 100% controle is ook niet mogelijk. Er is altijd nog wel een mate van vertrouwen, zou je kunnen zeggen, die daar een rol in speelt. Maar dan minimaal. De dominante strategie is dan veiligheid, controle, protocollen. Maar het zijn ook wel plekken natuurlijk dat je kan denken waar vertrouwen zeg maar een heel mooie mechanisme is om interacties mogelijk te maken. Omdat vertrouwen ook bepaalde openheid met zich meebrengt. Door niet alles van tevoren vast te leggen, heb je ook een mogelijkheid tot innovatie, heb je mogelijkheid om nieuwe dingen uit te proberen. Misschien wel ook zeg maar kans op falen, want dat hoort er dus ook bij. Als je kiest voor vertrouwen, dan is er een bepaalde mate van kwetsbaarheid ook die met zich meebrengt. Maar ook inderdaad een bepaalde mate van openheid van innovatie. Maar daar is ook eigenlijk twee dingen die redelijk haaks op elkaar staan. Want enerzijds kun je zeggen van, als je kijkt naar de platformen, en zeg je, het geven van vertrouwen en het omarmen van onzekerheid zorgt ervoor dat je ook gaat innoveren, dat je ook vertrouwen op steven, in ieder geval dat je ook fouten gaat maken en vertrouwen dat het of iets gebeurt of wel goed komt. Ja. Op het moment als jij bijvoorbeeld, stel wat ik huur je via Airbnb en vervolgens, daarom is het niet juist geworden, maar stel dat je weet van oké, ik word voor alle dingen die ik doe, word ik gewaardeerd via het internet, via bepaalde mechanismen waar we het verder over gaan hebben. Ja. Maar als iets fout is, dan is het ook iets wat voor eeuwig aan mij plakt, want het internet vergeet niet. Nee. Dus daar kun je ook zeggen dat juist in ieder geval die mechanismen er ook voor kunnen zorgen dat je uiteindelijk minder dingen gaat durven. Want uiteindelijk als je weet van oké, iedere fout die ik nu maak, die heeft uiteindelijk impact op het werk wat ik daarna ga doen. Ja. Waardoor je dus als middle of the road gaat gedragen, je eigenlijk niet meer je nek uit gaat steken en daarmee niet meer gaat leren. Want uiteindelijk als je moet gaan leren, ga je ook fouten maken. Ja, nee eens. Ja, nu zitten we net meer in die online context. Kijk, als je offline bent, kijk, dat vertrouwen dat speelt zich niet af in een soort van vacuüm. Tot een bepaalde hoogte is vertrouwen blind. Tegelijkertijd, wat ik net ook al zei, het is een robuuste strategie, maar het is nooit het enige. Het feit dat we bepaalde rollen hebben, dat we bepaalde omgevingen zijn, maken zeg maar dat we bepaalde incentives hebben om dat vertrouwen te geven. Want die complexiteit als het ware al enigszins gereduceerd is en we zeg maar op vertrouwen kunnen handelen. En reputatie is daar één van. En reputatie is natuurlijk eigenlijk het idee dat op basis van het verleden, van het gedrag uit het verleden, je soort van kan extrapoleren naar de toekomst. Dus dat je het idee dat wij mensen een soort van gewoonte dieren zijn, dus dat jouw gedrag uit het verleden ook iets zegt over hoe je zal gedragen in de toekomst. En dat is natuurlijk een manier om die tal van toekomstbeelden die mogelijkerwijs op ons liggen te wachten, als het ware te versmallen naar
één bepaald toekomstbeeld, waarop je dan vertrouwt dat dat zal uitkomen. Ja. Dus reputatie is elke manier, zeg maar, om voor te sorteren op een bepaald toekomstbeeld, hoe iemand zal gaan handelen. Ja. En offline doe dat ook op basis van een gedeelde geschiedenis. We kennen elkaar al langer, dus ik weet hoe jij vroeger was en gehandeld. En op die manier kan ik me een soort van voorstellen hoe je in de toekomst zal handelen. Het gaat ook met gedeelde vrienden bijvoorbeeld. Als we in een gedeelde vriendenkring zitten. En ik dus misschien wel mijn vriend Piet, die jij ook kent, kan vragen, joh, hoe is die Martijn het een beetje te vertrouwen? Ja, dan baseer ik mij eigenlijk op vertrouwen op hem, zeg maar. Ja. Dat eigenlijk overcijpelt of over gaat op jou. Maar ook bepaalde sociale normen en waarden die we in het dagelijks leven hebben, die ingebakken zitten in het dagelijks leven, die dus voorsorteren op een bepaald toekomstbeeld, die het makkelijker maken voor mij om jou te vertrouwen. Ja. En daar zie je natuurlijk gelijk, als je naar het internet gaat, zitten daar wel bepaalde uitdagingen. Omdat we, het voordeel van het internet is bijvoorbeeld dat we niet per se elkaar ook al in levende lijf hebben moeten ontmoeten om toch met elkaar, Airbnb weer te noemen, dat ik toch bij jou een appartementje ga huren. Daar zit dus wel het probleem dat we dus niet die langdurige relatie hebben. Dat is één ding. Het feit offline heb je natuurlijk zo van lichaamstaal. Het onderzoek blijkt dat heel veel, we spreken wel, maar eigenlijk hoe we bewegen en hoe we kijken zegt vaak veel meer over iemands gedrag en toekomstig gedrag dan de woorden. Ja. En dat is ook iets wat je dan online ook weer niet vanzelfsprekend zo makkelijk inbrengt. Ja. En ook op publiek, dat is ook heel belangrijk. Het feit, we zitten nu, maar wij zitten natuurlijk voor het idee van dat het uitgezonden gaat worden, dat veel mensen dit natuurlijk gaan zien. Dus we hebben een soort van een toekomstig publiek in gedachten. Ook daarvoor is een incentive om dus je goed te gedragen. Ja. En dus, nou, we kunnen elkaar ook in de toekomst nog tegenkomen. Het wordt ook wel de shadow of the future genoemd. Het idee van dat het ook ons beide voordeel is om vertrouwensvol te handelen, omdat we elkaar later nog kunnen tegenkomen en elkaar nodig kunnen hebben. Ja. Nou, al dit soort dingen, dat voel je gelijk aan. Dat is niet per se zo makkelijk, niet noodzakelijk aanwezig als je op het internet of in een internetgemedieerde omgeving elkaar ontmoet. En, maar goed, daar zijn natuurlijk soort van vertaalslagen te maken en die worden natuurlijk ook gemaakt. En daar is een reputatie scheme of een reputatiemodel, of is daar natuurlijk één voorbeeld van. Ja, maar uiteindelijk zie je wel natuurlijk dat er, als je kijkt naar hoe zit het vertrouwen opgebouwd in het offline leven, zou ik maar zeggen. Ja. En de manier waarop we vertrouwen en reputatie vangen in systemen. Daar zit wel natuurlijk een aantal dingen in die in systemen mis je bijvoorbeeld. Mogelijkheden om bijvoorbeeld vergeven te worden. Systemen vergeven niet. Waar jouw omgeving zegt van, Martijn was dronken, dus dat is een mooi verhaal voor als hij 60 is, maar dat heeft verder geen invloed op wat we van hem vinden. Ja. Het zijn natuurlijk zaken die in de algemene systemen niet zijn vertegenwoordigd. Ja. Wat zijn eigenlijk dan nog, en daarnaast heb je het nu heel erg over gedrag. Maar heel vaak gaan die systemen ook bijvoorbeeld over skills, over vaardigheden. En het kan ook zijn, dat stel bijvoorbeeld 5 jaar geleden, kon ik bijvoorbeeld nog niet video monteren. Dus als ik daar toen voor was beoordeeld online via een systeem, dan had ik daar waarschijnlijk een 2 voor gekregen. En nu krijg ik er misschien een 7 voor. Ja. Dus uiteindelijk, die systemen nemen ook niet de ontwikkeling van het individu mee, omdat uiteindelijk de data natuurlijk gewoon oneindig wordt bewaard. Ja, dat klopt. Dat zijn dus de uitdagingen waar je dus net voor staat. De complexiteit of de ontwikkelingen die mensen natuurlijk doormaken in hun leven. We zijn natuurlijk geen statische wezens. We zijn voortdurend onszelf aan het ontwikkelen. En we leren dingen en we verliezen ook weer dingen. En het is natuurlijk inderdaad de vraag van in welke mate kan je dat vangen in een systeem. Dat zal natuurlijk altijd minder rijk zijn dan... Het is natuurlijk altijd een vertaalslag, dus je kan er natuurlijk dingen uitlichten en je kan ook weer dingen die verdwijnen naar de achtergrond. En de vraag is natuurlijk net van hoe kan je dat nou goed ontwikkelen, hoe goed ontwerpen dat precies dit soort van aspecten die je belangrijk acht als het gaat over vertrouwen, dat die naar voren komen. En wat ik bijvoorbeeld wel een goed voorbeeld vind, wat een mogelijkheid zou kunnen zijn, is bijvoorbeeld dat vaak met de reputatiesystemen gaat het ook inderdaad dat je elkaar beoordeelt. Dat je dus in staat bent als
degene die beoordeeld wordt ook weer te kunnen reageren op een beoordeling. Mm. Want uit onderzoek blijkt zeg maar dat stel je hebt een slechte ervaring gehad en dat wordt gedeeld. Om maar een voorbeeld te geven. Nou, weet je, we kwamen aan en het appartement was echt heel vies. Hadden we, weet je, dat vonden we echt niet prettig. Dat dan de host kan zeggen van ja, sorry, weet je, ik was echt ziek. Daar dacht, normaal gezien, weet je, kom ik altijd schoonmaken van tevoren, maar ik was gewoon ziek en het lukte mij niet zeg maar, om daar te zijn. Mijn excuus en ik beloof het de volgende keer beter te doen. Dan, uit onderzoek blijkt zeg maar, dat mensen dat soort van redenen ook wel zeg maar, dan weer meenemen in hun beoordelingen over de vertrouwenswaardigheid. Ja. Maar is het dan ook wel, kijk, want uiteindelijk, als je kijkt naar elkaar beoordelen in het midden van een referentie. Ja. Je zou eigenlijk zeggen, in een ideaal geval zou het meer een soort van feedback naar elkaar zijn. Ja. Dat je maar kunt leren. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk uiteindelijk een soort van reclamepraatje voor de volgende. Als ik zelf, volgens wat ik vaak gebruik is, ik heb zelf op een gegeven moment al mijn eigen Airbnb recensies gelezen. Ja. Zowel wat ik van de mensen had geschreven als andersom. Ja. En ik dacht van, wat een schijnheilige ouwe hoer. I would highly recommend this person. It was an awesome experience. Ja. Want daar zit gewoon geen grijntje. Nee. In ieder geval, omdat je weet, kijk, op het moment als je weet, oké, ten eerste, dit gaat public. En ten tweede, dit heeft voor die andere persoon effect op zijn leven daarna. Ja. En eigenlijk, als je wel weet wat de mogelijke consequenties zijn, ga je volgens mij op een hele andere manier. Ja. En ook niet op een reële manier, in ieder geval zoals ik er naar kijk dan, die mensen een waardering geven. Nee, wat jij nou vertelt, zeg maar, jouw ervaring van jouw eigen lijst. Ja, het onderzoek blijkt ook, dat klopt ook echt. Volgens mij is 95% van de reviews van op Airbnb bijvoorbeeld, komen neer op krijg je 4,5 tot 5 sterren. En dat is volgens mij het maximum aantal sterren dat je kan krijgen. Ja. Dus dat is wel interessant, want enerzijds vinden we het heel die review is heel belangrijk, omdat het soort van ons een idee geeft over bij wie we terechtkomen. Anderzijds blijkt natuurlijk dat inderdaad, als alles heel goed is, ik heb best wel een positief mensbeeld, maar dat lijkt me niet reëel, dan is de waarde van zo'n review ook veel minder. Want ja, er zit heel weinig kritische reflectie in en op. Ja, ik denk met zo'n reputatiesysteem gaat natuurlijk twee kanten uit. Enerzijds dwingt het je ook waarschijnlijk naar vertrouwenswaardiger gedrag, omdat je weet dat je natuurlijk beoordeeld gaat worden en het is in je eigen belang dat dat positief is, anders krijg je natuurlijk geen nieuwe mensen bij de vloer of krijg je geen nieuwe interacties. Anderzijds, omdat het natuurlijk een soort van feedback ding is, zijn mensen veel minder geneigd, toch een beetje soort van geneigd om heel positief te zijn. En interessant is ook op het moment dat mensen dus dat niet zijn, dus stel dat je gewoon neutraal, het was oké, of ik vond het niet zo goed. Het onderzoek blijkt dan ook dat, niet bij Airbnb dan, maar op andere platforms, dat volgens mij iets van 67% van de mensen elkaar dan ook op die manier gaat beoordelen. Dus een beetje een tit-for-tat-achtig idee, van als jij mij niet, weet je, raving reviews geeft, dan doe ik het bij jou ook niet. Ja. Dan kan je het ook ondervangen door het onzichtbaar te maken totdat allebei de partijen een review hebben gegeven. Maar dan blijft natuurlijk wat jij ook zegt, de sociale druk van, het is ook een soort van verwachtingpatroon, weet je. Als je natuurlijk sommige platformen creëren ook de illusie klinkt misschien te negatief, maar willen in ieder geval heel erg stimuleren het idee van een community. We zijn hier niet onder klanten en verkopers, we zijn onder community, we zijn gelijken, we zijn een gemeenschap die op bepaalde waarden en normen handelt. En dat doorbreken, zeg maar, door een slechte review, is misschien ook iets wat je niet zo snel wil doen. Terwijl eigenlijk, als je het meer rationeel bekijkt, doe je natuurlijk eigenlijk de community een plezier dat het net wel te doen. Ja. Maar het blijkt toch veel lastiger te zijn. Bij mensen hebben toch niet snel de neiging om op die manier eruit te willen springen. Dus dat het toch soort van de consensus in zo'n gemeenschap dan niet zo snel willen doorbreken. Ook bij Uber, als je onder de 4,6 zit, dat een sterren van de 5, dan zit je in de gevarenzone. Want gemiddeld is 4,6 tot 4,8. En boven 4,8 is uitmuntend, maar al onder de 4,6 ben je eigenlijk gewoon... Dan ben je al, zeg maar... Ja. Ik ben ook heel benieuwd, weet jij dat, of daar een keer naar gekeken is, of ook
Of ook de manier waarop we elkaar waarderen in bijvoorbeeld sterren, of het ook cultureel afhankelijk is. Want ik kan voorstellen dat wij zuinige Nederlanders, als we iets prima vinden, iets goed vinden, geven 4 sterren. En ik vermoed dat een Amerikaan daar dan 5 geeft. Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet hoe dat hoe zich dat opsplitst. Ja, het ding is natuurlijk dat als je naar die... Wat mij ook wel opvalt is dat als je naar Airbnb kijkt, er is wel een soort van een openingspagina die natuurlijk wel gepersonaliseerd is. En dit heeft ook wel te maken met waar je zit. Hè. Dus er wordt ook wel gekeken in de locatie. Tegelijkertijd vind ik ook als je zeg maar via omwegen inlogt op de New York pagina. Of, het is best wel heel uniform. Ik vind het cultureel gezien niet heel erg... Ik ben daar geen specialist in, maar wat mij vooral opviel was de uniformiteit eigenlijk van de community. Ja. Ja. Dus dat er een soort van consensus is over hoe Airbnb mensen, wat voor type mensen dat zijn. Ja. En namelijk ook dat mantra van dat vertrouwen tussen de gebruikers van of de leden van de community. Dat soort van echt overal echt heel cruciaal is. En wat ook in mijn proef zit, ook iets is wat ik heb benadrukt, is natuurlijk enerzijds in onze ervaring gaat het inderdaad over jou en mij. Het gaat over, ik ga bij jou een appartementje huren in Amsterdam en dat Airbnb, dat verdwijnt eigenlijk een beetje naar de achtergrond. Terwijl ik zie zeg maar, dat er eigenlijk toch vanuit het systeem heel veel wordt gestuurd op hoe ik mij moet gedragen op in zo'n situatie waarbij ik dan iets wil huren bij je. Ja, enorm. Dat zie je bij de arbeidsplatform eigenlijk nog meer. Ja? Zeker als je kijkt naar, op een gegeven moment heb ik daar een onderzoekje naar gedaan, naar platformen waarmee je dus de arbeid in kunt huren. Vooral heel veel klusjes, mannen, klusjes, vrouwen. Precies. Ja, precies. Een aantal Amerikaanse platformen doorzocht die door zowel maar aan de demand als de supply kant ook aan te melden en alle dingen doorheen te gaan. Net zolang tot ik ergens een creditcard moest achterlaten. Ja, precies. En daar heel erg gezien dat zeker bij de meer low-skilled labor, dat ze eigenlijk hier proberen, eigenlijk al door de checklist die je moet invullen om te kijken of je competent bent, om je eigenlijk daar al naar een soort van gewenst uniform gedrag vanuit het merk. Of zo, wat ze doen is eigenlijk ontnemen ze je eigen personaliteit, maar ze proberen je eigenlijk te transformeren naar een universeel inwisselbare asset, gebrand door het merk van het platform. Ja. Dus je krijgt bijvoorbeeld ook niet je eigen naam, maar je bent bijvoorbeeld wel, ik wil een helplinger bijvoorbeeld. Ja, je krijgt een t-shirt krijg je aan met het logo erop. Ja. Wauw, dat gaat ver. Dat gaat echt. Gaat behoorlijk ver, maar ook zie je het ook niet bij helplinger, maar andere platformen in je screen. Want moet je iets van een examen doen om te kijken of je wel een goede schoonmaker bent. En dan kan je gewoon 10 keer voor zakken en dan 11 keer en dan slaag je. Maar de manier waarop die vragen gesteld worden, zie je eigenlijk al dat ze je niet aan het exponeren zijn. Maar eigenlijk zijn ze bezig om jou alvast bewust te maken van het gewenst gedrag vanuit de organisatie, vanuit het merk, wat je hebt op bepaalde situaties. Ja. Dus eigenlijk is het meer een soort van drillcursus dan een examen. Want heel simpel, als je 10 keer mag zakken, is het een examen. Nee, precies. Nee, dus het is een soort van meer een inlijven dan dat het echt een... ik vind dat vind ik wel... Dus met name zeg maar die interactie tussen dat systeem en dat interpersoonlijke, dat is iets wat ik zelf wel heel erg interessant vind, omdat je de retoriek eromheen is heel erg... Weet je, we hebben geen middelman meer nodig. We hebben geen grote hotels, geen grote taxibedrijven. Dat hebben we wel. In ieder geval Airbnb is de middelman. En gecentraliseerder en machtiger dan iemand ooit had zelf kunnen bouwen. Nou ja, dat is... Ja, ik vraag me... En ik ben heel benieuwd, zeg maar, hoe dat... Waar volgens mij nog echt zo'n interessant onderzoeksdomein ligt, is zeg maar die overgang. Want volgens mij heeft het ook te maken met schaal. Dat zolang als het kleiner blijft, dan hoeft dat... Hoef je misschien minder zo'n middleman te hebben. Mm-hmm. En op het moment dat dit ook steeds groter wordt, dat ik met PeerBee ook zie, dat wordt ook steeds groter. En op het moment, dat is interessant van hoe je die transitie dan maakt. En hoe je dan vorm gaat geven aan dat meer top-down structureren, disciplineren, hè, van eigenlijk van de deelnemers aan het platform. Dus daar zit volgens mij een interessante. Omdat het mantra, het gevoel en de ervaring. Heb je het idee dat het wel gewoon over jou en mij gaat? Mm-hmm. Maar achter de schermen zie je dat er enorm wordt gestuurd om bepaald wenselijk gedrag te vertonen. En dat is volgens mij wel een dingetje. Een dingetje. Ja, dat kan wel. Want je ziet ook, dat is ook echt een balans. Hè? Want bijvoorbeeld toen we het Airbnb op een bepaald moment voerden zij identificatie
validation in. Dus dan als je, kon je zeg maar je identiteitskaart op uploaden en dan gingen zij verifiëren of je dan wel echt degene was die je. Want eigenlijk van ouder is eigenlijk van ouder iets wat we bij overheden leggen en niet bij bedrijven, laat ik maar gewoon zeggen, bedrijf. En dat het ook uit de community ook heel veel weerstand kwam, omdat het van ja, maar dat gaat me te ver. Dan plotseling, weet je, de balans tussen kosten en baten was niet meer in evenwicht. Dat vonden veel mensen echt een te grote stap, een te grote privacy schending. Ook een groot risico, want ja, als je dat zomaar uploadt, identiteitsfraude, ligt dat toch wel wat sneller op de loer. Mm-hmm. Dat mensen dan plotseling gingen voelen van, hé, maar dit gaat me een stap te ver. Ja. Dus ja, dat zijn natuurlijk wel uitdagingen die je krijgt, met name als je in een groter... groter systeem zit. En ook met zo'n reputatiesysteem, dat je elkaar gaat beoordelen. En zo, dat werkt heel goed op een interpersoonlijk niveau, zou je kunnen zeggen. Maar het is ook een moment, zeg maar, om het even heel aanmatigend te zeggen, ja, de criminelen in Nigeria, je hebt ook heel veel, toch vaak soort van cybercrime, weet je, de phishing en ja, boeit natuurlijk helemaal niet dat zijn reputatie, dat hij een bad review krijgt als die gaat lopen met jouw tweedehands iPad die je dan opstuurt en niet betaald krijgt, of dat je PayPal niet, weet je, vals is. Ja, dan heb je niks aan zo'n review systeem. Ja, nou, het schijnt wel dat pas kerst geworden dat je als platform hebt voor criminelen. Maar dat zijn platformen waar je niet zomaar snel opkomt. Ja. Want uiteindelijk heb je ook wel eens andere mensen nodig om een klus te klaren. Het schijnt als platformen te zijn waar gewoon criminelen elkaar kunnen oh, geweldig. Inhuren. Ja. Dus kijken of er een keer een... Dat zou een heel mooi zijn. Regelen, ja. 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 Oh, ja. Ja, ja. Nee, ja, dus je ziet zeg maar in alle mogelijke domeinen wordt het natuurlijk gebruikt. Ja. En ook misbruik, want ook bij Airbnb zie je bijvoorbeeld ook dat, weet je, omdat natuurlijk, wat je het ook met Uber ook zegt, van dat je ze heel hoog moet scoren, anders dan is het raar, dat mensen dus ook op basis daarvan dus gewoon opnieuw beginnen. Als ze dan wordt een bad review hebben gehad, dan sluiten ze gewoon alles af en dan beginnen ze gewoon opnieuw. Ja, of bij een andere platform. Of bij een andere platform, ja. Ja. Of dat er ook een soort van, en dat is ook weer interessant bijvoorbeeld, dat mensen ook bij elkaar zeg maar neppen dan, zogenaamd zeg maar gaan logeren en dat dus niet doen en dan reviews voor elkaar gaan schrijven. En dat is iets wat Airbnb ook monitort. Dus dat gebeurt, dan grijpen ze ook in. Mm-hmm. Dus dan zie je ook weer interessant, zeg maar, dat zo'n reputatieschema volgens mij, of zo'n reputatiesysteem werkt tot op een bepaalde hoogte. Maar als de belangen groter worden, geld er omgaat groter wordt, dan heb je toch soort van een extra disciplinerende systeem of middleman, of hoe je het ook wil noemen, nodig. Om daar ook repercussies aan vast te hangen. Kijk, als het alleen maar op het niveau van ik review jou en dan als er iets uitgebeurt, dan pech gehad. Dat werkt dan toch, blijkt dan toch niet te werken. Dus het zelfreinigend vermogen van zo'n community werkt dat op een bepaalde hoogte heel goed. Maar als er echt excessen zijn, iemand bij Airbnb komt terug en een heel appartement is gewoon helemaal gesloopt. Ja, dan een bad review gaat het niet zeg maar worden. Dat is niet voldoende. Nee, maar sowieso in ieder geval. Hè, mensen zullen altijd proberen om dingen te manipuleren. En hoe belangrijker reputatie wordt, hoe meer dat zal gaan plaatsvinden. Ik ben ook benieuwd, op een gegeven moment had ik met een paar weken geleden een keer met een van de founders van BlaBlaCar een interview. Ja. En hij had het op een gegeven moment over newbie discrimination. We hadden het over, kijk, uiteindelijk zou ik het ideaal vinden als uiteindelijk platformen ook een deel van die reputatiedata ook teruggeven aan de gebruikers. Dat eigenlijk reputatie niet als login wordt gebruikt, dat je eigenlijk alleen maar bij één platform kunt gaan en niet naar een ander kunt gaan verhuizen. En ik was een tijd lang van mening, oké, dat gaan ze niet doen, behalve als het vanuit extern wordt opgelegd. Ja. Tot op een gegeven moment met hem, want hij had het over nieuwe discrimination. Kijk, je hebt natuurlijk nu een enorme groep voorlopers die hiermee bezig zijn, in ieder geval de eerste golf. Die zijn nu als een idioot reputatie te opbouwen. Ja. Maar ja, vervolgens komt de grote massa ook op platformen. Ja. En die beginnen bij nul. Ja, dat is En als de oude rotte, de hardcore kern, die voor gemiddeld 40 reviews heeft, en je komt daar met nul reviews, dan heb je gewoon geen business. Nee. Dus uiteindelijk, het verwacht ik ook dat het daarin wel een noodzaak zou gaan ontstaan voor die platform uiteindelijk ook een soort van universeel, in ieder geval een basis trust data te gaan uitwisselen. Ja. Om ervoor te zorgen dat je niet direct iedere keer weer blanco op een platform komt. Ja, zo van trust portability, dat je gewoon je
je trust rate kan meenemen. Nou, je ziet wel, zeg maar, je hebt wel wel bedrijven startups of zo, die soort van alles gaan uitlezen. Hè? Die dan gaan kijken van hoeveel Twitter-volgers heb je en Facebook vrienden en die soort van daaruit ook een soort van dat je ook een soort van trust badges trust krijgt. Profile, precies. Klopt. Steve. Je hebt bijvoorbeeld in Spanje heb je Traity en in Israël heb je E-Rated en MyGQ. Oké. Maar wat je daarin merkt dat uiteindelijk ze kunnen het wel maken, maar bijvoorbeeld moet het ook worden geaccepteerd precies. Door de platformen die ze gebruiken. En dat zullen eigenlijk in ieder geval nu alleen maar beginnende platformen zijn die goede reputatieprofielen nodig hebben om uiteindelijk conversie te gaan maken. Maar de grote jongens platformen, die gaan dat nu niet op die manier doen. Nee. Want die zeggen, goh, weet je wat, want de vraag is ook natuurlijk, wat is een platform waard? Ja. In ieder geval, waarom heeft Uber een waardering van 50 of 60 miljard dollar? Het is gewoon een website, even plat gezegd. Ja. Uiteindelijk is in ieder geval de software, het merk natuurlijk, de waardering is ook grotendeels ook gebaseerd op de potentiële verdiensten in de toekomst. Ja. Niet op wat er nu gebeurt. Maar ook inderdaad de data. Ik denk dat data voor de platformen, de websites, een enorm belangrijke asset zijn. Die ze niet heel snel makkelijk zullen vrijgeven. Nee, precies. Want daar zit ook een soort van tegenstrijdige belangen. Bij vertrouwen gaat het ook heel vaak om dat je natuurlijk de belangen van de ander behartigt in een positieve manier. Of bijna alsof het je eigen belangen zouden zijn. En dan zie je natuurlijk dat daar ook wel een discrepantie ontstaat tussen de belangen van de bepaalde platforms en de gebruikers van die platforms. Ja. En daarom denk je dan van gaat dat vanuit de markt zelf komen of moet dan toch een overheid binnenstappen en bepaalde regels opleggen? Dat is natuurlijk, als het nou gaat over, met Airbnb het overlastverhaal gehad en dergelijke, en dat dan een gemeente een telefoon een lijn gaat openstellen om dan van zijn bewoners te horen dat ze ergens overlast van hebben. Terwijl je natuurlijk heel makkelijk zou kunnen traceren hoe vaak ergens in een straat iemand, of in een bepaalde waarde drukken. En denk, dat zijn toch zaken dat je denkt, hier zie je toch tegenstrijdige belangen opkomen. En dan is het maar de vraag of dat zichzelf oplost of dat daar toch een extern wat je van oudsher bij de overheid zou leggen. En de vraag is natuurlijk in deze tijd, daarom is het zo super interessant nu natuurlijk, is natuurlijk, we zitten met een soort van oude structuren, oude systemen, enerzijds. En anderzijds komt daar zo helemaal van links, iets nieuws op, wat daar totaal tegen ingaat. En hoe je die twee werelden nu met elkaar moet laten communiceren. Ja. Dat is wel een, wat wil je bewaren? Wat is goed aan onze oude manier? Welke bepaalde waarden wil je echt bewaren? En bij welke denk je, hier moeten we misschien inderdaad flexibeler omgaan. Misschien moeten we niet per se zelf als overheid belastingen willen heffen. Misschien kan dat wel prima, gewoon door het bedrijf zelf. Maar we willen wel een soort van transparantie hebben. We willen wel iemand accountable, verantwoordelijk willen houden voor. En dat zijn volgens mij echt wel de vraagstukken waar we nu voor staan. Dus welke waarden moeten we bewaken? Ja. En welke kunnen we misschien inderdaad... Ja, maar ook zeker als je het net in ieder geval iemand verantwoordelijk ervoor houden. Ja. Kijk, zeker als over een aantal jaar er ook veel meer decentraal georganiseerde platformen komen. Ja. De opkomst van de blockchain. Ja. Dan wordt het natuurlijk alleen maar een grotere, interessantere vraagstuk. Ja, nee, dat klopt. Ja, ik, toevallig was ik gisteren op een bijeenkomst over de blockchain dus er zijn interessante parallellen. Ik zie namelijk wel echt parallellen tussen de blockchain platforms en die ontwikkeling die daar nu plaatsvinden. Wat we natuurlijk eigenlijk al eerder hebben gezien in de deeleconomie. Natuurlijk het idee van geen middleman, mensen gewoon rechtstreeks bij elkaar brengen door middel van de technologie. Geen regels van buitenaf, maar we gaan gewoon... gewoon consensus, rough code en consensus. Het idee van dat de community zelf met oplossingen kan komen. En natuurlijk met die blockchain zie je natuurlijk ook het idee van decentraal organiseren. Maar toch ook daar zie je weer dat er toch een soort van bedrijven bovenop die blockchain, een soort van applicaties bovenop die blockchain komen te zitten. Die toch weer een soort van rol, niet een oude rol als notaris of als jurist, maar een nieuwe rol krijgen in het ontwikkelen van bepaalde producten. En net zoals wat je ook bij Airbnb ziet of bij Uber ziet. Ja, in theorie heb je ze niet nodig. Je zou kunnen zeggen, het netwerk is de markt. Maar in de praktijk, en dan komen we eigenlijk een beetje terug waar jij in het begin zei, zijn we nou gewoon lui? Of we kunnen die technologie gebruiken, maar
begrijpen, dat is een andere stap. En daarvoor hebben we dan toch misschien, ja, toch een soort van middelman weer nodig. Ja, ja. Nou, kijk, sowieso geloof ik niet in alles compleet decentraal. Nee. Er zal altijd een bepaalde hybride verhouding zijn. Mm. Inderdaad, wat ik ook gemerkt is dat op een gegeven moment ben ik in Israël geweest om een aantal van die startups te interviewen. Mm-hmm. En dat is wat Lazus, was een soort van decentralized ride-sharing platform. Ja. En wat eigenlijk hun grootste uitdaging was, ze waren zowel in hetgene in het platform wat ze bouwden, was decentraal, als hun eigen model was decentraal. Okay. En op een gegeven moment sprak ik later degene die eruit was gestapt en die zei, uiteindelijk, het was gewoon te veel om op twee vlakken te pionieren. Dus ik ben ook benieuwd uiteindelijk over, weet ik wel, 5 jaar of zo, als dat stukje blockchain, als het dan überhaupt nog bestaat, of misschien iets anders is geworden, als dat op een gegeven moment meer bewezen is en meer common sense is, of dan de experimenten richting die echt decentralized organizations gaan plaatsvinden. Ja. En ik denk ook dat ook een beetje binnen de economie heb je het vaak met twee kampen, in ieder geval de idealisten en de kapitalisten. Ja, ja. Ik denk dat je juist op zoek moet gaan naar verschillende modellen die eigenlijk best wel both worlds hebben. Ja. Want uiteindelijk, de kapitalisten, dat gaat niet goed, want die zijn vooral met korte termijn winst bezig, oftewel die bouwen geen sustainable model. Nee. Maar die idealisten zijn vooral bezig met doing the right thing. Ja. Maar op basis van subsidies en hun eigen spaargeld. En dat is ook geen model wat ze wil werken. Nee. Dus ik denk dat we juist in ieder geval die combinatie moeten gaan maken. Ja. Als je kijkt naar vertrouwen, in ieder geval, wat ik wel boeiend vind, is een beetje die dynamiek tussen vertrouwen in instituties en vertrouwen in ieder geval interpersoonlijk. Ja. Mm-hmm. Wat ik, en ik hoor graag je mening erover, wat ik vermoed, is dat nu het peer-to-peer vertrouwen nog heel erg hot is. Waarom? Mm-hmm. Omdat het allemaal iets nieuws voor ons is. Mm-hmm. Ofwel, we weten allemaal niets. En eigenlijk is peer-to-peer vertrouwen een soort van houvast om toch maar de drempel over te gaan en te gaan doen. Ja. Maar op een gegeven moment, als wij zo goed vertrouwen in de systeempot van een Airbnb, dat ze in ieder geval goede checks doen bij de huizen, misschien even langs gaan, achtergrondchecks doen van de huurders. Denk je, in ieder geval, ik vermoed dat uiteindelijk in ieder geval de balans van peer-to-peer trust en institutional trust, dat die op een gegeven moment misschien nu zo is. En uiteindelijk zo gaan. Ja. Zeker hoe meer we over je platform gaan samenwerken, hoe meer we dat ook mee gaan maken. Maar dat op een gegeven moment gewoon gaan vertrouwen. Oké, Airbnb, als iemand op jouw platform staat, dan vertrouw ik dat jij diegene hebt gecheckt, dat het goed is. En als het misgaat, vertrouw ik dat je klaar staat om het op te lossen. Ja. De enige peer-to-peer trust wat dan nog echt relevant is misschien wat je bijvoorbeeld ook ziet bij TripAdvisor. Ik wil naar Barcelona en ik zie van mijn Facebook vrienden wie er is geweest en wie welke heeft gehuurd. Of dat ik meer dan echt meer qua peer-to-peer meer echt gewoon binnen je eigen groep gaat zoeken. Ja, nee, ja, ik het is natuurlijk altijd met je koffie weer kijken. Absoluut, graag. Dus we kunnen gewoon vrijelijk dingen zeggen. Ik ben met jou eens. Ik denk dat zei. Ja, jammer hè. Nou, ja, ik denk wat ik ook in het begin al zei van vertrouwen. Is nooit de enige strategie die aan het werk is. Er zijn altijd, zeg maar, weet je, er zijn altijd verschillende strategieën, zeg maar, nodig om die complexiteit te reduceren. Als je kijkt naar die platforms, naar zo'n Airbnb, dan zie je natuurlijk dat omdat de belangen steeds groter worden, dat het persoonlijke gewoon niet voldoende meer is. En wat ik echt heel interessant vind, is dat de retoriek wel nog steeds is dat het om jou en mij gaat. Terwijl je natuurlijk steeds meer ziet, zeg maar, als je in staat bent om achter die interface, onder die motorkap te kijken, dat je ziet dat er steeds meer wordt voorgesorteerd. Je wordt steeds meer genudged om bepaald gedrag te vertonen. Om een voorbeeld te geven. Nou, je moet bijvoorbeeld, als je een host bent, als je binnen een bepaalde tijd reageert, wat allemaal wordt nagegaan, dan, zeg maar, kom je ook hoger in de resultaten te staan. Dus je wordt echt genudged om een bepaald gedrag te vertonen. En dat heeft ook niks meer te maken met vertrouwen in die zin. We zetten het even te maken met openheid, met ruimte laten. Nou ja, je kan wel zeggen, goed, je kan nog steeds weigeren en zeggen, nou, morgen als ik wakker ben. Mm-hmm. Maar je wordt ook steeds voorgesorteerd om dat toch niet te doen. En dus de kwetsbaarheid wordt daardoor ook minder, wat op zich positief kan zijn. Dan ben je eerder geneigd om appartementje te huren. Maar heeft het dan nog echt te maken met interpersoonlijk vertrouwen? Of is het inderdaad meer een soort van
systeemvertrouwen, confidence. Ja, het is heel lastig. In het Engels heb je confidence en trust. Mm-hmm. Trust gaat echt over in persoonlijke confidence, meer over het systeemvertrouwen. En ik denk dat dat systeemvertrouwen wel steeds dominanter wordt. Maar we ervaren het nog, dat is het interessante volgens mij in deze tijd, we ervaren het als interpersoonlijk, terwijl eigenlijk het systeem op de achterkant steeds dominanter wordt. Dus ik spreek dan zelf ook, ik zou ook van ja, het gaat eigenlijk niet over interpersoonlijk vertrouwen, wat je natuurlijk veel hoort in soort van de retoriek of de ideologie in die deeleconomie. Een soort van oude verbonden van vertrouwen weer terugbrengen. Ik zou eerder zeggen, nee, het gaat eigenlijk over een soort van interpersoonlijk systeemvertrouwen. We ervaren het als interpersoonlijk, maar eigenlijk worden we in een grote mate eigenlijk steeds meer voorgesorteerd door die systemen. Nou, ik denk misschien wel dat je daar een onderscheid kunt maken tussen de demand en supply kant van het platform. Mm-hmm. Ik denk dat het uiteindelijk voor de supply kant veel meer gaat richting institutioneel. Ja. En voor de demand kant, in ieder geval qua gevoel, ja, nog heel erg persoonlijk. Want voor die anderen is het gewoon bijna je werk geworden. Ja. Of ze hebben je gewoon gestuurd. Terwijl het voor de vraagkant echt het uitje is van het jaar. Ja. En al wat leuk we gaan bij je plaats logeren. Dat is wel een goeie. Ja. Want ik heb het in mijn onderzoek altijd heel erg vanuit de ervaring van de klant, zeg maar, dat we het zo maar even noemen. Maar het zou ook wel interessant zijn om het meer ook inderdaad eens te bekijken vanuit de aanbiederkant. Wat je ook net zei over die t-shirt. En dat vind ik wel een interessante hoek, zeg maar. Van dat je eigenlijk echt onderdeel wordt van het systeem. Ik bedoel, als klant ben je dat eigenlijk ook. Maar als misschien wel nog meer dat je zo van ingevoegd wordt in het systeem. Ja, er is natuurlijk een behoorlijke vorm, in ieder geval een mate van afhankelijkheid. Zeker als het gaat net over dingen als werk of je huis verhuren. Ja. Dat zijn gewoon grote inkomsten. Kijk, zoals waarschijnlijk bij, ik wil als je boer verhuurt, een stuk minder zijn. Ja. Maar op het moment als je echt iets doet wat echt gewoon een substantieel onderdeel is van jouw inkomsten, dan kan ook zo'n tussenbedrijf ook gewoon veel verder gaan. Ja. Omdat je gewoon ook gewoon die afhankelijkheid hebt. Ja. Ja, en dan wil je natuurlijk inderdaad zeg maar in lijn zijn of in de lijn van het platform of van het bedrijf. Ja. Dat wil je dan, daar wil je dan inlopen. Dat vind ik ook een interessante clash, zeg maar. De clash tussen bedrijf en community. Wanneer spreek je nou van een gemeenschap, van een community die soort van bottom-up bepaalde interacties, transacties mogelijk maakt? En wanneer is het eigenlijk toch echt wel meer een bedrijf dat gewoon met een visie, een doel, top-down iets doorvoert, mm-hmm. waarbij de community bijna meer ondergeschikt wordt of een deeltje in de radar in het systeem wordt om gewoon geld te verdienen. Waarmee op zich niks mis met geld verdienen hoor, daar niet, maar omdat het in de retoriek of in de ideologie lijkt het anders te zijn. Dus soort van misschien daarvoor lekker leuk om naar de Wikimedia Foundation te kijken. Ja. Want daar heb je natuurlijk als je kijkt naar Wikipedia, wat eigenlijk dan hun belangrijkste project, even groot project is. Ja. Daar heb je natuurlijk in ieder geval de Wikipedianen, de vrijwilligers, die zich enorm verbonden voelen. Hè? Dat is eigenlijk een community. Ja. Ik denk dat is te veel. Want het lastige is, als ze enorm veel eigenschap voelen, dan kun je er ook niet meer in sturen. Nee, dan kan ook negatieve uitwassen hebben natuurlijk. Daarom ik denk ik vermoed dat de grootste uitdaging is. Ja. Maar alsnog zitten er ook wel mensen boven, of in ieder geval zijn er mensen in zo'n organisatie waar enkele tientallen mensen werken, die dit allemaal moeten organiseren. Ja. En ik denk dat daar die dynamiek heel erg interessant is om te onderzoeken. Ja, het lijkt me echt een precaire balans, want je kan, als je te veel doorschiet naar sturen, dan kan je mensen ook wegduwen, daar hebben ze geen zin meer in. Dat is natuurlijk het interessante met die deeleconomie, van dat natuurlijk. Je hebt echt die mensen natuurlijk nodig. Dat is, als er geen genoeg capaciteit is, niet genoeg vraag, dan houdt het natuurlijk acuut op. Ja. En dat is natuurlijk, en daarom is het natuurlijk een heel precaire balans van wat je wel kan doen, hoe je wel kan sturen. En voor mij het gevaar, ik spreek altijd liever over uitdagen, omdat ik wel denk van gevaar klinkt gelijk zo resoluut. Nee, aandachtspunt. Een aandachtspuntje is inderdaad ook wel dat ik denk dat de neiging bestaat dus dat soort van disciplinerende structuren steeds onzichtbaarder worden. Weet je, die zijn er wel, maar je ervaart het eigenlijk niet. En dat is risicovol, of dat is een punt van aandacht of zorg, omdat je, als je
denkt, als je het belangrijk vindt dat mensen een bepaalde kritische verhouding hebben met dienstverleners of met bedrijven of met platforms, dan moet de basic voorwaarde is dat je weet dat je in dat soort van relatie vertoeft. En natuurlijk op het moment dat al dat soort van voorsorterende en disciplinerende structuren als het ware uit je ervaringsveld verdwijnt, dan kan je daar ook niet tot toe verhouden. Je kan niet kritisch bevragen. En dat is ook wel cruciaal, want we zijn steeds bezig over de reputatie van gebruikers en van hoe dat onderling wordt vormgegeven. Maar hoe kan je nou, zeg maar, Airbnb nou eens een keertje goed weten? Hè? Waar kan ik dat vormgeven als gebruiker? Ja, maar ik denk dat is natuurlijk voor ondernemers het mooiste, maar ook voor gebruikers het discutabelste iets denk van het internet is dat. Nee, ik heb heel veel van die ondernemers gesproken. Mm-hmm. En wat die doen is, ja, ze gebruiken natuurlijk gewoon hun hele gebruikersgroep, community, wie het vertelt, gebruiken ze als een soort van real-time experiment. Mm-hmm. En pas een keer zo'n workshop growth hacking gevolgd. Maar echt tot echt in bijna eng detail. Echt alles wordt real-time lopen. Bijvoorbeeld bij Peerbee lopen gewoon niet van 10, 20 experimenten tegelijk. Ja, 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 ja. Altijd, continu. Agile. En dan wat je aangeeft, ja, op een gegeven moment, ja, dan word je natuurlijk ook gewoon zo door het systeem gestuurd. Dat je ook niet helemaal weet in ieder geval welke keuze je zelf maakt en welke niet. Ja, dat is echt een heel interessant punt. Want ik bedoel, als we concluderen dat dit soort van systemen steeds een centralere plek innemen in ons leven. En dat we dus eigenlijk ook daar steeds meer in verschillende domeinen van ons leven mee van doen hebben. En eigenlijk wordt daarmee geëxperimenteerd met ons in die systemen. En we kunnen dus niet zo makkelijk nee zeggen, want we weten überhaupt niet dat het gebeurt. En dat is natuurlijk wel, kijk, normaal gezien, als je als wetenschapper een experiment doet met mensen, moet je aan tal van ethische commissies en je moet mensen inlichten. En als dat niet kan, dan moet je daar. Er zijn tal van mechanismes die ervoor zorgen dat dat op een goede manier, op een moreel acceptabele manier gebeurt. Maar in van de belangrijkste domeinen in ons leven nu, zeg maar, wordt er eigenlijk geëxperimenteerd op een manier dat we dat niet doorhebben. En als het dan toch, zeg maar, doordringt bij het publiek, het bekende voorbeeld van Facebook, dat ze natuurlijk op basis van positieve of negatieve berichtgeving willen kijken wat het doet met de emoties van mensen. Nou, dat is natuurlijk, daar zou je normaal gezien toch een keertje een ethische commissie naar willen laten kijken. En dat vinden mensen ook plotseling heel confronterend als er dan uitkomt dat dat gebeurt. Ja. Maar op het moment zelf heb je het niet door. Dus je kan er eigenlijk geen kritische metapositie in nemen. Want het is gewoon niet, het komt niet door in je ervarings. Nee. Tenzij dat je wilt natuurlijk hetzelfde voor rond de verkiezingen. Facebook kan voor mij in principe als een beetje mijn best doen. In ieder geval behoorlijke invloed hebben in wie de winnaar wordt. Ja. Maar ik denk dat het daar weer ook wel bij richting de gebruiker. Kijk, natuurlijk kun je zeggen, het is zo ingewikkeld, ik snap het allemaal niet. Nee. En dat is ook zo, want het gaat het ook niet om snappen, maar vooral om niet weten. Nee. Wat er is, dus ook al ben je een technisch genie, als je niet weet wat er gebeurt, dan snap je dat nog niet. Nee. Maar ik denk wel dat je wel. Eigenlijk een beetje hetzelfde rondom de berichtgeving rondom de deeleconomie waar ik mee bezig ben. Ja. Is op een gegeven moment hoort die verhalen van die platformen. Mm-hmm. Dat zijn mijn ondernemers, dat zijn mijn goede marketeers. Ja. Dat weet je. Ja. Dus met dat in je achterhoofd luister ik ernaar. Ja. En ik weet niet of ze allemaal, in ieder geval waarin ze feiten mooier maken dan ze zijn en waarin niet. Want die transparantie is er niet. Mm-hmm. Maar wel omdat ik gewoon weet van oké, wacht even, maar zij praten nu met dit in het belang. Ja. Daardoor weet ik ook van mezelf, oké, maar dan moet ik wel hetgeen wat ze zeggen niet direct als waarheid interpreteren. Ja. Dan mag ik daar een gezonde achterhoofd aan hebben en ook zelf over nadenken. En ik denk dat je uiteindelijk ook niet de mensen moet zeggen, jongens, je moet gaan leren hoe het systemen werken, want dat kan gewoon niet. Nee. En wel bewuste mensen maken, jongens, jij weet dat dit soort dingen gebeuren. Dus uiteindelijk ook als jij dingen voorbij ziet komen in je timeline, dan weet je ook dat op basis van een aantal variabelen iemand anders jou die keuze maakt. Ja. Van bewustwording eigenlijk. Ja, nee, daar ben ik met je eens. Ik denk dat er inderdaad nog wel een slag te slaan valt op het meer de emancipatie van de gebruiker. Van wat ik zei, van het verschil tussen iets gebruiken en iets begrijpen. Dat is niet per se hetzelfde. Dus ik denk dat daar nog wel een slag te slaan is. Dat we ook meer zouden moeten gaan inzetten op niet alleen gebruiken. Ik bedoel, al die dingen die we net genoemd hebben geen handleiding. Iedereen intuïtief kan daarmee uit de voeten. Het is geweldig goed ontworpen, dat is iets waar je altijd vol bewondering naar zit te kijken, van hoe goed dat is. Ja, dat is super slim, absoluut. Ja.
En zit dat experiment misschien ook voor een deel wel in, omdat ze natuurlijk gewoon zoveel kunnen proberen tweaken en uitproberen en bij aanpassen. Dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk een goudmijn om iets goed te kunnen ontwikkelen. Dus dat is de ene kant, maar ik denk dat we inderdaad ook meer zouden moeten inzetten op begrijpen van hoe achter de interface, onder de motorkap wat daar gebeurt. Maar ik denk niet dat het voldoende is, omdat stel nou even dat we daar komen, hè, ik begrijp dit, maar je hebt ook een soort sociale lock-in. Ik kan wel begrijpen hoe Facebook dat allemaal doet en ik kan het er niet mee eens zijn. Stel dat ik het begrijp, ik ben het er niet mee eens, waar ga ik heen? Al mijn vrienden zitten op Facebook. Het werkt alleen maar als we met z'n allen soort van naar een ander platform zouden migreren, wat dan hopen we dan beter. Dus het is een soort van ook de vraag ook is van ja, of je echt een echte keuze hebt. Hè, van ja, het moment. Ja. Ik vind het geen echte keuze als mensen dan tegen mij zeggen, ja, dan moet je het maar niet gebruiken. Dat kan. Luciano Floridi, een bekend techniekfilosoof uit Oxford, zegt ja, we zitten in hyperhistory. In hyperhistory zitten die infrastructuren zijn zo centraal, zo fundamenteel voor ons dagelijk bestaan. Als die wegvallen, we kunnen ons niet eens meer al onttrekken, maar als ze wegvallen, dan stort alles in. Ja. En dat geldt ook eigenlijk ook voor dit soort van nieuwe platforms, nieuwe technologieën. Die zijn zo snel zo'n dominante positie ingenomen, dat je eigenlijk, waar moet je heen? Ja, dat was een tijd geleden op tegen de tolk was iemand die dus, was van de uitzending met Rutger Bregman. Ja. En toen was er een van de mensen waarbij ze zeiden, hè, want mensen zeggen jongens, hè, door alle dingen om ons heen, hè, de welvaart, worden we onafhankelijker. Ja. En het was man, oké, is prima, dat zeg je. Maar, hè, want ja, vroeger waren we denk ik wel de helft van onze dag bezig met jagen, een kwart van onze dag bezig met met relatief weinig output. Ja. Ja, dan zei hij, oké, dus wij zijn onafhankelijk, prima, is goed. En dan ga ik nu iets maken wat ik in mijn huis heb. Kijken of ik het zelf kan doen. Dat ik ga een broodrooster maken. Ja. Nou, het broodrooster kost voor $5 ergens bij een winkel. Ja. Vervolgens keken we, er zit iets van 120 verschillende materialen in. Ja, uiteindelijk na 2 weken werken had hij zijn eigen broodrooster gebouwd. Ja. Zelf een metalen gesmeed. Ja. Die na 2 seconden in de fik vloog. Ja. Maar... Dus daar moet je naar denken, toen je het had over die afhankelijkheid. Daarnaast ook, kijk, dat bijvoorbeeld een Facebook en een Google andere zaken zijn dan bijvoorbeeld van heel veel deelplatformen. Mm-hmm, ja. Omdat uiteindelijk je daar natuurlijk enorm extreem veel baat hebt en daarmee ook lock-in hebt bij dat netwerkeffect. Mm-hmm. Terwijl natuurlijk binnen heel veel deelplatformen, even los van Airbnb dan, heel vaak de transactie relatief lokaal is. Ja. Peer-to-peer auto delen. Ja. Ik ga niet verder dan 5 minuten fietsen voor een auto. Also, nee. Dus prima als Snapcar Europees marktleider wordt. Maar voor mij als gebruiker, jongens, ja, alsnog ga ik niet verder dan 5 minuten fietsen voor die auto. Nee, ja. Dus ik geloof wel in dat uiteindelijk er, zeker ook nu er ook de kosten om zelf platformen te starten. Door open source technieken, maar ook naar verzekeringen die steeds meer richting het individu gaan. In plaats van bij platform blijven. Dat er ook gewoon veel meer ruimte komt in de nabije toekomst. Ja. Om ook gewoon zelf lokaal. Die platformen en daarmee eigenlijk gewoon dat je eigenlijk relatief eenvoudig zelf een eigen initiatief kunt creëren. Ik kan niet goed inschatten wat daar zeg maar aantrekkelijk dat is, in welke mate mensen dat ook echt gaan doen, maar je ondervangt er wel een heleboel problemen mee die we net bloot hebben gelegd bij die grotere platforms. Namelijk denk inderdaad de verbinding tussen dat mijn ouderwets offline en online noemen. Als dat daar is, zeg maar, dat scheelt al een hele hoop. Want dan heb je alle vertrouwensproblemen die we net toe hebben gedicht aan het online. Die ondervang je eigenlijk al enigszins. Omdat je elkaar wel in levende lijven gaat zien. Dus het is een soort van. Dat scheelt volgens mij enorm. En ik ben heel erg overtuigd dat schaal een heel belangrijk iets is. Vertrouwen is een heel robuuste strategie. Maar gaat wel ten onder, zeg maar, op het moment dat de schaal heel groot wordt. En dan zie je zeg maar dus dingen als systeemvertrouwen opkomen of interpersonal system trust, hoe ik het dan noem. Daar zie je allerlei hybride vormen dan tot stand komen met nog steeds een heel effectieve strategie nog steeds om met complexiteit om te gaan. Maar er komen ook wel weer een aantal problemen of uitdagingen bij kijken. En ik denk zeg maar, die ondervang je een beetje, of die ondervang je denk ik door inderdaad kleinere schaal en lokaliteit in te voeren. Ja. En ik denk überhaupt, even los van of dat gaat werken, ik denk meer dat het in ieder geval het feit dat er een alternatief is, dat al genoeg of je wel eraan bijdraagt, dat uiteindelijk ook, kijk, op een gegeven moment als je een monopolie hebt, dan ga je achterover hangen en dan ga je vooral kijken naar processen en niet meer naar klanten. Hè. Dus je kijkt overal
Ja. In iedere markt gebeurt. Monopolie of kartel is wel één van de twee. Ja. Dus ik denk uiteindelijk het feit dat er een alternatief is en snel kan zijn. Ja. Je moet eigenlijk een soort van prikkels inbouwen of realiseren. Waardoor iedereen gewoon scherp blijft. En niet op een gegeven moment inkakt omdat het allemaal makkelijk binnenkomt en makkelijk gebeurt. Nee, eens. Ja. De laatste vraag, want we zijn al een uur. Lekker bezig. Tijd vliegt. Ja. Ik ben ook aan het kijken van, we kunnen natuurlijk lang ook praten over wat er nu mis is aan huidige systemen. Ja. Maar waar ik eigenlijk even op focus, jongens, wat zijn eigenlijk nu, mijn ambitie is niet om een nieuw systeem te creëren, mm-hmm. Maar wel om een soort van, een aantal ingrediënten te gaan neerzetten, even die gaat in ieder geval te gaan bedenken. Maar wat zijn nu eigenlijk elementen die eigenlijk, als je kijkt naar een ideaal vertrouwenssysteem, en dan vooral, eigenlijk vooral, denk ik toch een beetje meer gericht interpersoonlijk, mm-hmm. Wat daar ingrediënten voor zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld is bijvoorbeeld een bepaalde houdbaarheid aan data. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een optie dat je ook fouten mag maken. Een soort van recht om vergeten te worden. Ja. Of een recht op vergiffenis. Ja, zijn er nog dingen die jij daaraan toe zou willen voegen? Ja, ik heb zelf een soort van bedacht, dat er een soort van vier C's belangrijk zijn. De eerste C is context. Dus dat is de ervaring. Hoe ervaren mensen dat? Dat je dat moet meenemen in als je een platform ontwikkelt van. We hebben natuurlijk een beetje zitten afgeven op die reputatieschema's, maar ik denk nog steeds dat dat echt wel waardevolle tools zijn. Maar je moet dus goed nadenken om je dat goed te ontwikkelen. En wat jij natuurlijk zegt inderdaad, van dat je dus fouten kan maken, dat is niet onmogelijk om dat een plek te geven in een goed reputatieschema. Maar dat is wel iets waar je dan moet over nadenken. En de vraag is natuurlijk net of dat per se een belang is. Dat is in het belang van de gebruiker, maar misschien niet in het belang van mijn volgende zin, namelijk de curator. Dat zijn dus de Airbnbs, de Peerbys, die dus vormgeven aan die context. Dus ik denk dat is een tweede C die je in oogschouw moet nemen. Wat zijn de belangen van die curators en op welke manier liggen die in het verlengde van de gebruikers? En in welke lijn zitten daar conflicten tussen? En kan je daar rekening mee houden als je zo'n platform vormgeeft? De derde, wat ik ook een heel belangrijke vind, is de constructie. We hebben het eigenlijk niet gehad over de technologie zelf, maar of iets open source is bijvoorbeeld, of dat je als gebruiker daar dingen in kan aanpassen, of dat je kan kijken wat er gebeurt. Ik heb met name, daarom dat ik zit naar Airbnb referendums, omdat dat het beste ken, en dan zie je dat het centraal algoritme dat zij gebruiken om mensen vragen en aanbod bij elkaar te brengen, is super geheim. Daar laten ze echt heel weinig over los. Ze hebben wel een aantal open source projecten, onderdelen die ze ook dan openstellen voor buiten Airbnb. Dus dat zijn wel dingen die ik denk van hoe kan je die deeleconomie, die ideologie of de gedachte daarachter, die waarde ook vertalen in de technologie zelf. En tenslotte denk ik toch nog steeds, en dat is een beetje die clash tussen de oude en de nieuwe wereld, dat ik toch nog wel steeds denk dat de overheid nog steeds een belangrijke rol heeft te spelen. Dat is dan wat ik dan codificatie noem. Welke regels gelden er? Welk framework hebben we geïnstalleerd, waarbinnen al die platforms vorm kunnen geven. En soms kan natuurlijk het ernaar tegenwerken en dan moet je ernaar kijken van moeten we dit willen. Maar soms, het is natuurlijk die regels zijn natuurlijk als het goed is, weerspiegelen die een bepaalde stand van normen en waarden die we belangrijk achten in de maatschappij. En die zijn natuurlijk die zijn veranderlijk, maar sommige wil je ook bewaren. En dan denk ik wel van moet je ook weer kijken, weet je, de codificatie, de regels die het platform opstelt, hoeven niet per se in lijn te zijn of een weerspiegeling te zijn van de normen en waarden die we als een bredere maatschappij dragen. En dan denk ik wel, is het dan een overheid, is denk ik dan toch nog steeds het beste vehikel om die waarden die we wel willen bewaren, als het ware, op te leggen aan dat soort. Dus die vier C's, dus context, constructie, codificatie en curatie, dat zijn volgens mij de vier C's die je in gedachten moet houden als je zo'n platform ontwikkelt. Ja, en helaas denk ik ook gewoon beter nadenken over de cultuurverschillen. Dat is een goede. Dat vind ik een mooie platform. En ook een mooie C ook nog, dus kunnen er ook vijf C's van maken. Kijk. Ja, vind ik een hele goede. Ja, eens. Want dat is natuurlijk zo. Want wij denken nog heel. Ik bedoel, westers denken over het internet en is natuurlijk nog steeds heel leidend. Terwijl als je natuurlijk kijkt naar de cijfers, de opkomende economieën, daar gaan zoveel mensen nu online. Ja, dat wordt echt een ander soortig internet. Ja. Daar ben ik ook echt van overtuigd. Maar ook, in ieder geval binnen het Westen. Ja. Als je wel tegen een Amerikaan zegt privacy,
Dan zegt hij, ja, jongens, ja. Zijn jullie gekke Amerika, jullie idiote Europeanen, jongens, ja. Privacy is dead, lul niet. Ja. En daar zie je ook al dat ook al binnen verschillende landen ook al, ja. Hè, zeker bijvoorbeeld Duitsland, hè, bijvoorbeeld in Nederland hebben we toch een soort van default van, jongens, hè, we vertrouwen de overheid. Ja. En daar delen we data mee. In Duitsland, ja. Zeggen ze, jongens, wacht even, maar uit ons verleden weten we dat we... Dat we voorzichtig moeten zijn. Voorzichtig moeten zijn. Ja. Dus ik denk dat het alleen al, zeker ja. ook al binnen de westenwereld, ook al... Ook al verschillende. Ja, ja, dat ja. zie je ook inderdaad. Er zitten ook natuurlijk ook op juridisch niveau ook echt best wel clashes tussen het Amerikaanse en het Europese ja. rechtssysteem als het over privacy gaat. Dus ja, ja, nee, eens. Ik vind die vijfde C, die culturele, vind ik een hele mooie ja. extra aanval. Dat is een goede. Die ga ik van je leren. Sluit het daarmee af. Ja, dankjewel. Ja, hey, dankjewel. Ja, graag gedaan. De C staat op video, dus dan weet je gelijk waar de bron vandaan komt. Ja, precies. Jij verwijst naar, maak er maar een vaste link van. Dan, toch surveillance staat. Ja, ja. Nee, hey, dankjewel. Superleuk gesprek. Ja, eens gelijks. Dankjewel. En, ja, we spreken wel. Zeker. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.